Don't leave me. Ik zo sta, dan lijk ik zwanger. Slecht licht. Ze is te laat. Het is 32. Want we gaan zo weg. Dus? Wat moet je regelen? Een half uur lang. I'm waiting. Oh! Jongens, ik ben zo zenuwachtig. Wat is dit? Tril helemaal. Maar die stond me huilen. Met champagne. I love you. Een half fles champagne nu weggehaald. Champagne vanavond. Ik word alcoholist. Ik heb geen last van paniekaanval. Ik ben gewoon geen fit girl. I'm happy. Goeie angle weer dit. Dat is mijn geheim. Oké, ik ga hier eten. Wat een ontbijt hè jongens. Don't. We be party to reality. Shorty, it's your birth. Snuitert valt. Oh, ik wil niet naar huis. Maar I can't. Daar is de zon. Waarom wil deze zon zitten? Het zweet breekt me uit hier. Oké, ze gaat rennen. Denk ik. Buiten die meisjes in het t-shirt. Goed geregeld. Wat is je probleem? Bye, Paris. Nou, uiteindelijk moet iets regelen, kijken hoe ik eruit zie. Ik doe even de make-up. Kijk, als ik zo sta, dan lijk ik zwanger. Dat gaan we maar niet doen. Nou, ik ga snel mijn make-up doen, want ik moet half zes klaar zijn. Ik heb nog 30 minuten. En ik moet mijn haar nog doen. Nog een jasje aan. En mijn tas inpakken. Dit een beetje, zo dit een beetje open doen? Zeg, hello. Oh, nee, dit is wel... Oh, dit is net too much. Dit is net too much. Dat was een knoopje te veel. Ik krijg natuurlijk weer die dicht. Gewoon een beetje zenuwachtig. Ja, dat is. Nou, wat een slecht licht. Nou, dit is mijn haar. Gewoon zo'n staartje. Zo, enig. Oh, ik moet gewoon van poepen. Zo zenuwachtig. Hebben jullie dat ook? Als je zenuwachtig wordt? Ik moet altijd poepen. Goed gesprek weer dit. Maar ik ben mensen gewoon een eerlijk persoon. Het boeit me niet. Maar ik ben wel zenuwachtig. Ik wacht nog een paar minuten. Ik ga maar plassen of zo. Doei. Oké. Dit is de outfit. Ik moest netjes. Dus dan hebben we dit maar aangedaan. Nou, oké. Er zit geen moer. Ja, ik ben mezelf maar een beetje aan het... vermaken met mezelf. Want met mijn troep op mijn bed. Ik wacht op Barbara. Ze is te laat. Ze is altijd te laat. Ze is al 6 jaar te laat. Half zes moet ze klaar zijn. Het is 32. Het is 32. Dus ik doe mijn sjaaltje aan. Want we gaan zo weg. Ik ga mijn jas even pakken. Zo mee mag. Denk ik. Als mijn haar maar niet. Oh. Oh. Oké, je ziet het niet zo, maar. Ja. Oh. Beetje zenuwachtig wel. Ja, dat dus. Wat moet je regelen? Een half uur lang. We hebben de taxi zo gebeld. Hartslag is gewoon 103. I'm waiting. I'm waiting. Ik heb het ook warm. Ik heb het weer warm. Dat is niet goed voor de make-up, hè? Warm. Dan ga ik weer glanzen van het zweet. Zie je? Als ik ergens zin naar zit, als ik een soort van spanning heb, dan ga ik altijd raar doen. Een paar plummels meenemen. Geen idee. Geen idee. Zou ik nog maar gelijk een... laten zien wat we hebben gekocht.
you, fetch you. Okay. Two. Let's go. Oh, okay. With me. Yeah. You can leave your jacket though. Oh, okay. Then I leave my. Ooh. Oh, careful. I'm gonna help you with that. Okay. Do you want your hair? Yes. Please, you like that. Then I need to my telephone. No. Jongens, ik ben zo zenuwachtig. Wat is dit? Oh, oh baby. Oh my god. Oké, deze camera gaat even uit. Niet normaal. Hij zegt yes. Gelukkig maar. Het kostte me 4 jaar van mijn leven om dit te doen. 4 jaar. Oh, ik kan niet stoppen met huilen. Oh, jullie willen natuurlijk de ring zien. It's so pretty. Mooie glimmer. Okay, ik ga eruit huilen met champagne. Daar komt het al aan. Oh, bye. Een half fles champagne nu weggehaald samen met Barbara. En nu zijn we een beetje panja. Kijk hoe ik eruit zie, jongens. Ik kan alleen maar brullen. Wat erg. Oh, die kanker. Oh, dit beeld is ook echt slecht, maar dat maakt niet uit. We gaan panja vanavond. Als je forever zeg maar een soort van panja bent aangeschoten, dan maakt het allemaal geen reden meer uit met veel mensen. Ook veel lawaai. Ik word alcoholist. Ik word alcoholist. Beste keuze die je maar kan maken. Dan heb je gewoon geen last van paniekaanvallen. Je hebt ineens ook geen last van heel veel mensen. Je hebt geen last van het harde geluid, al die irritante geluidjes. Ik doe mij elke dag maar champagne. Oh ja, ik moet even de beste angle, hè, beste angle. Mijn jas valt. Help. Pas op. Help, meneer. Het valt helemaal niet. Oh, oké, dat dacht ik. Ik houd.
Weet je, het leven van een vlogster is nog niet zo simpel. Ik bedoel, we hebben het al even over Spanje tijd en alles. Maar ik heb het niet waar het is en ik ben niet naar waar. Nee. We wijken weer af van alles. Ik moet zo even kijken waar we moeten. En sorry voor mijn geheig. Ik ben gewoon geen fit girl. Oh, ik moet een trapje op. Jezus, hé. Jezus. Wat zo maar niet uit. Oh, we moeten even wachten. Ik ga trouwen. Ik besef het nog niet helemaal. Heb ik hem al laten zien? Weet je? I'm happy. Happy, happy, happy. Barbara heeft het te druk. Nu is het nog steeds aan het regelen. Regelmodus voor het uit eten gaan. En dus nogmaals, sorry voor mijn geheig. Ik ben buiten adem. Oeh. Goeie angle weer dit, hè, jongens. Ja. En op de foto's denk je, hoe kan die meid op de foto's er allemaal zo prachtig uitzien? Ja, dat is de goede angle. En tegenwoordig heb je filters, hè? Weet je, het boeit me allemaal geen reet, hè, of jullie dat weten. Dat is mijn geheim. Ik bedoel, heel de wereld wil altijd Insta-perfect zijn. Nee, jongens, don't. Ik zie er ook niet uit als ik 's ochtends... Moment, ik moet oversteken en het is druk. Maar wat ik dus wilde zeggen... Mensen, ik zie er ook niet uit als ik 's ochtends mijn nest uitkom. Hè? Nee. Dan zie ik eruit als een zwerver. Dus... Jo, wat ben je aan het doen? Ik weet niet, ik ben aangeschoten, dus dan blijf ik lullen. Ik denk dat het een vlog van 2 uur wordt. Maakt niet uit. Outfit check. Ik moet... Jakka. Jakka. Jakka van de Primark, jongens. Oké, bye. Wie Paris? Wie nog Paris? En ik hield al van Parijs en nu hou ik nog meer van Parijs. Dus, oversteken? Hier oversteken? En Barbara is het restaurant kwijt. Is het rood of is het gewoon zebrapad? Ik ga gewoon lopen, dit is net als Thailand. Die mensen stoppen wel en anders maakt het allemaal niet meer uit. Het is net open, toprestaurant. Coco, ik ga naar Coco. Oké, okay, nice. Ik heb geen idee wat het is, maar het ziet er fancy uit. Oké, okay, ik ga hier eten. Het ziet er enig uit. Oh, mijn jas, jongens. Ik heb echt ruzie. Daar gaan we. Groot gordijn. Nou, ik ben helemaal benieuwd. Ik hoor live muziek. Eet smakelijk. Hysterie van vandaag zijn we de sleutel kwijt. Maar we hebben een nieuwe gekregen. Kijk hoe mooi mijn vlog nu is. Ja, volle buik. Lekker gegeten. Volle buik. Ik heb altijd een volle buik. Wolle bolle Gijs. Not. Yes, she did. Zie je die vlek? Nu mag ik toch niet meer boos worden, hè? Nee. Zij gooit gewoon even olijfolie over mijn Balenciaga. Ben ik daar blij mee? Nee, maar ik mag niet boos worden. Want nu heb ik een ring en mag ik nooit meer boos worden. Goedemorgen. Goedemorgen, liefde van mijn leven. Goedemorgen, liefde. Kijk, het is mooi weer. Ja. Oh. En de Eiffel Tower, I see. Oh.
Alleen op camera zie je het niet goed. Nee. Ik ga... Wat een ontbijt, hè, jongens. Wat een ontbijt. Aziatische soort van worstenbroodjes. Wow, mijn buik heeft honger. Wat is gek. Stoot bijna de hoofd. Nee, don't. Don't do it. Nee. I hate you, but I still love you. Anyway. We zijn verloofd. Yes. We gaan lekker in bed liggen. Dat was een grapje. Gaan we nog de stad in? Weet ik niet. In twijfel. In de buurt misschien? Ja, ik heb echt zin in koffie. Gewoon in de buurt even een koffie. Ontbijtskoffie. Ja. Last hours in Paris. Paris. Onze laatste uurtjes. Yep. We gaan even ergens eten. Ja. En ik wil die weg. Want dan gaan we weer back to reality. Back to life. Back to reality. Zo blij dat ik in Parijs was, zodat ik naar de Burger King kon. Zodat ik sherry kon drinken. Lekkere postmix. Kan nog goed. Ik ben nog geen Burger King tegengekomen. Wij willen dus naar de overkant van het station. En we dachten, dan lopen we binnendoor met de hal. Dat we... Misschien kunnen we nog de afslag nemen. Ja, misschien kunnen we nog de afslag nemen. Oh, kijk eens. We hebben terugweg. Bubble tea. Maar, ja, ongelukkig. Shorty. Ik denk, shorty, it's your birthday. We gaan een party like it's your birthday. Nog lang niet. Oké, ik loop even de trap. Dan moet ik even naar beneden kijken. Want het is wel hilarisch als ik natuurlijk op mijn snuitert valt voor jullie. Maar, ik wil niet naar huis. Ik wil hier wonen. Ik wil hier voor altijd blijven in deze vibe, in deze mood. Hier zijn we ingeweest. Ja, klopt. Ik ben de weg kwijt. Ja, rechtdoor. Hebben we nou gewoon een rondje gelopen? Nee. Wow. Kijk, daar is de uitgang. Ja, ik wil hier blijven, want ik ben helemaal in mijn mood, in mijn happy modus. Ja. En als we naar huis gaan, dan zijn we nog steeds happy. Zijn we nog steeds happy, maar dan is het gewoon weer back. En werken. Niet dat het erg is, maar vooral de winterse dagen die er aankomen. I can't. Ik word aftellen tot Thailand. Al enig. Helemaal leuk. Wil je dit? Ja, zoiets dacht ik. Wil je dat? Even kijken wat de beoordelingen zijn. Ja, wij doen altijd beoordelingen kijken, jongens. Hij heeft 3,7 in 2000 beoordelingen. 3,7, dat is wel middelmatig. Dat vinden wij middelmatig, wij willen altijd minimaal 4. Of we kijken reviews, want sommige mensen zeuren echt. Dat ik denk, oké, voor die 3,7 moet het wel goed zijn als jullie zo zeuren. Ja, iemand stak over terwijl het nog rood was. Dus, dat dus. Je kan niet op de fietspad blijven wachten, hè? Nee. Daar is de zon. Hint, zonnebril. Ik heb hem eindelijk nodig. Een paraplu heb ik thuis gelaten. Naar een hotel. Hij zit wel hier een beetje te vergaan in de zon. Ja. Maar Barbara wil in de zon zitten. Ik kan mijn ogen niet eens openhouden. Ja, maar er was zo lang geen zon. Oh, ik ben echt heel blij dat we ik een t-shirt aan heb. Op die bank gaan zitten. Toch wat? Ja, als jij, ja, dit is wel een leuk beeld of zo, maar het zweet. Dat hebben we daar ook. En dan zitten we niet met ons gezicht in de zon. Het zweet breekt me uit hier. Ja, hou zonder knabbelen. Zij is een knabbel. Okay, zij knabbelt naar binnen. Oké. Ze gaat rennen. Oeh. Helaas, de man is nog achter ons. Dus wij gaan vergaan hier in de 40 graden in de zon. Beter buiten zitten, de zon. Ja, we kunnen dat ook. Kijk, we zijn verhuisd naar buiten.
heerlijk. Dat is net iets beter. En de zon is nu over het station heen. Ja, heerlijk heerlijk hier zo. In het zonnetje. In mijn t-shirt. Mensen denken dat ik ook gek ben, denk ik. 8 graden buiten, die meisjes in een t-shirt. Ik vind het lekker. Ik ook, maar ik moet even afkoelen en dan gaat de jas weer aan. Maar ik verging echt. Ik verging daar binnen. Oeh, een déjeuner, als ik het goed zeg. Petit déjeuner. Even nog genieten, jongens. Even nog genieten. Voordat we weer back gaan. Echt, I love this. Oh, sorry. Macaron time. Yummy. Goed geregeld. Mijn probleem? Zij doen het niet goed. Ik heb goed geregeld. Mm-hmm. Ik heb reservering gemaakt. We kunnen zelfs morgen tot 12 uur uitrijden. Tot morgen zelfs? Ja, we kunnen nog een nachtje blijven. Oh, ik moet werken. Bel zomaar dat je niet komt. Ik kom niet. Ik kom niet. Ik kom nooit meer terug. Alleen om Bobby op te halen. Ik ga hem even in de parkeerstand zetten. Een lange poot van. Ja, dus we kunnen niet uitrijden, want dat kaartje zegt error of zo. En nu gaat die man van alles zitten doen en weet niet wat. Hij zwaaide, hij liep weg en we staan hier al 10 minuten. Dan denk ik, doe gewoon die poort omhoog. We hebben toch gewoon betaald, wat is je probleem? Ja. What is the problem of this? Je ne sais pas. Bye bye, Paris. Daar hebben we lekker gegeten en ontbeten. Ik ga je missen, Parijs. Kijk, zo is Parijs op zijn mooiste, hè? Met dat zonnetje zo. Man. Sta ik op een goede baan? Geen idee. Oh, oranje. Zo eng. Ja. Er is niet eens veel auto's. Ja, kom, hallo. Het is alweer groen. Wat heb jij vandaag? Wat de Ja, het is een vrouw. Het is een vrouw. Snap niet hoe de regels werken. Als het groen is, moet je rijden. De laatste nippertje, toch nog een cola sherry sherry. Met bloemjes? Ja, de beste. Beetje zenuwachtig wel. Ja, dat dus. Wat moet je regelen? Een half uur lang. We hebben de taxi zo gebeld. Hartslag is gewoon 103. I'm waiting. I'm waiting. Ik heb toch warm. Ik heb het weer warm. Dat is niet goed voor de make-up, hè, warm. Dan ga ik weer glanzen van het zweet. You. Okay, two. Let's go. Oh, okay. With me? Yeah. You can leave your jacket though. Oh, okay. Then I leave my. Ooh. Oh, careful. I'm gonna help you with that. Okay. Do you want me to hang it here? Yes. Please, yeah, like that. Then I need to my telephone. No.
Ik weet dat je er al even wacht, maar... Ben je met mij zo? Ja! Ja! Mijn make-up is gelijk!